Huisjesmelkers moeten strafbaar gesteld worden. Dat betekent dat huisjesmelkerij in het wetboek van strafrecht moet worden opgenomen. Want wie zijn bezit gebruikt om anderen uit te buiten, die is strafbaar. En dat is de kern van de inzet van de Partij van de Arbeid vandaag in de Tweede Kamer. Dus opnemen in het wetboek van strafrecht. Daarnaast willen we ook een tal van andere maatregelen nemen om huisjesmelkers aan te pakken. Verhuurbureaus moeten een keurmerk krijgen. Gemeentes moeten sneller kunnen onteigenen. Maar ook banken moeten veel meer op toezien dat als er huisjesmelkers zijn die hypotheken gebruiken, dan moeten banken zeggen van dat geld moet terug, de hypotheek vervalt, daar werken wij niet aan mee. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Dus huisjesmelkers aanpakken, strafbaar stellen, onteigenen, dat is de inzet van de Partij van de Arbeid.